Zondag 23 augustus aan het begin van de avond verloor een bromfietsrijder de macht over het stuur in de autotunnel onder het station van Bilthoven. De bromfietser kwam vanaf de rotonde op het Emmaplein en reed richting Bilthoven Noord. In de bocht naar rechts, die in de tunnel zit, ging de bromfietser onderuit en gleed door naar de linkerweghelft waar juist een personenauto aankwam. Deze tegenligger kon de bromfiets met zijn bestuurder niet ontwijken en reed over de brommer en raakte de bromfietser met de voorzijde van zijn auto op zijn helm. De bromfietser werd met onbekend letsel door de ambulance opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek.